Hoi allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze Ameristrand armband moet maken met je Rainbow Loom. In de officiële video wordt hij gemaakt op een monsterdeel, maar omdat meer mensen een Rainbow Loom hebben en wat minder mensen een monsterdeel, ga ik hem jullie vandaag laten zien op de Rainbow Loom, want dat kan zeker ook. En ja, je kunt hem op twee manieren dragen. Dit is het patroon, hoe deze armband bedoeld wordt. En als je hem zo omdraait, heb je een soort triple fishtail-achtig iets. En nou, ik draai hem weer terug. En ik vind dit eigenlijk, deze kant vind ik het mooist. En ja, ik ga vandaag precies dezelfde kleuren gebruiken. En laten we gauw beginnen. We gaan beginnen met onze loom te verstellen. Dat doe je zo. We halen deze rechte rij halen we eruit. En die kun je wegleggen. En dan halen we... ik ga hem op het einde van mijn loom maken, hier zo. En omdat de armband er onderuit gaat groeien, haal ik dit blauwe stukje er ook nog uit. En dat doe ik met de achterkant van mijn haaknaald. En dat stukje kun je ook aan de kant leggen. We gaan beginnen met het eerste kleurbandje te plaatsen. En dat wordt de kleur voor de binnenkant van de armband. En dat, ik ga beginnen met geel als binnenkant en daarna blauw, lichtblauw. En ik plaats één geel elastiekje van deze pion schuin naar deze pion. Zorg dat deze twee rijtjes ongelijk staan. Dat is wel belangrijk. Pak nog een geel bandje, plaats die van deze pion schuin naar deze pion. En pak als laatste nog een geel bandje en plaats die van deze pion schuin naar deze pion. En pak nu een bandje voor de buitenkant van je armband. Zet die op deze pion en strek hem naar deze pion. En ik duw hem, want hij zit nu een beetje over pinnetjes heen. En ik duw hem even naar binnen. Nu kun je al beginnen met haken. Pak je haaknaald erbij. En we pakken aan deze kant het gele bandje, halen we van de pion af en vouwen we dubbel we vouwen hem dubbel op de plek waar die vandaan komt. En deze pakken we ook. Die vouwen we als het ware dubbel naar de overkant. En als laatste deze pakken, vouwen hem dubbel naar pion aan de overkant en we duwen dit even allemaal naar beneden. Nu pak je volgende kleur voor de binnenkant van de armband. Het is blauw en die plaats ik van deze pion naar deze pion. We maken steeds hetzelfde rijtje eigenlijk met de binnenkant en de buitenkant. Dus dan pak ik nog een blauw bandje, plaats ik hier. En nog een blauw bandje en die plaats ik hier. En nu pak ik een zwart elastiekje en die plaats ik van deze pion helemaal schuin naar deze pion. En nu zit hij weer op wat pinnetjes, zoals je hier kunt zien. Er zit een elastiekje eroverheen. En ik duw hem naar binnen. En nu gaan we hetzelfde met de blauwe elastiekjes doen wat we ook bij de gele hebben gedaan. Dus we pakken hem aan deze kant, vouwen hem dubbel naar de overkant. Pakken we dit elastiekje, vouw je hem dubbel naar de overkant. Je pakt het blauwe elastiekje, je vouwt hem dubbel naar de overkant. Ho, hij schiet er los. Nou, dat kan dus gebeuren. Nu zet ik hem gewoon op waar hij nu staat. Steek ik onder dit zwarte bandje door en pak ik deze blauwe weer onderweg en vouw ik hem er dubbel weer overheen. En nu ga je naar de zijkant van je loom. En je moet zorgen dat de twee blauwe bandjes er zitten onder twee gele bandjes bij deze pionnen. Boven zitten twee blauwe bandjes. Nu haken we de twee onderste gele bandjes over de pion heen. En die kun je loslaten. Hier pak je ook deze
twee gele bandjes. Haak je over de pion heen. En dan kun je dat loslaten. En ook hier pak je deze twee gele bandjes. Haak je over de pion heen. Kun je hem loslaten. En hier zien we twee zwarte bandjes. Pak het onderste bandje over de pion heen. Laat je hem los. Ook aan de andere kant doen we dat. Twee zwarte bandjes. Pak je de onderste over de pion heen. Laat je hem los. Nu duwen we alles naar beneden. En nu ga ik weer verder met geel. En dan plaats ik één geel elastiekje van deze pion. Zo schuin naar deze pion. Nog een geel elastiekje van deze pion. Schuin naar deze pion. En nog een geel elastiekje van deze pion. Schuin naar deze pion. En nu pak je weer een zwart elastiekje. En die plaats ik van deze pion. Schuin naar die pion. En dan duw ik hem weer een beetje naar binnen. Nu haken we weer de gele bandjes. Nou, die vouwen we eigenlijk dubbel. Dus die pak je en dan vouw je hem dubbel naar de overkant. Je pakt het bandje, het gele bandje. Vouw je hem over, dubbel naar de overkant. Bij deze laatste pion doen we het. Zo, vouw hem dubbel. Nu ga je weer naar de zijkant. Zorg dat de twee blauwe bandjes eronder zitten. En nu gaan we de twee blauwe bandjes bandjes die onderop zitten, haak je er overheen. En dat zijn twee blauwe bij mij en die haak ik er overheen. En hier pak ik ook de onderste bandjes. Dat moeten twee blauwe zijn. Dus als ze bijvoorbeeld overlapt zijn. Nou, ik doe het gewoon even zoiets of zo. Nu zie je dat het helemaal door elkaar is. En dan zorg je, want ik zie dat het gele bandje naar boven moet. Dus die duw ik naar boven. En nu zie ik weer dat de twee blauwe bandjes onder zitten. En dat moet ook, want die moeten we haken. Dus pak de twee blauwe bandjes en haak ze eroverheen. Nu pakken we ook nog aan de zijkant het onderste zwart bandje. En die haken we er overheen. En ook aan deze kant haken we die er overheen. Dan doen we dit allemaal naar beneden. Ik ga het jullie nu nog één keer laten zien. En nu ga ik weer blauw plaatsen. Pak een blauw elastiekje. Plaats van deze pion naar deze pion. Pak nog een blauw elastiekje. Plaats hem van deze pion naar deze pion. Als laatste nog een blauw elastiekje van deze pion naar deze pion. Nu pak je weer een zwart elastiekje. En die plaats je van deze pion helemaal naar deze pion. Dan duwen we het naar binnen. Nu gaan we het blauw elastiekje weer dubbel vouwen. Dus pak hem over de pion heen naar de overkant. Zo, deze, pak hem over de pion heen naar de overkant. En als laatste dit bandje pakken en over de pion heen naar de overkant. Nou, nu gaan we naar de zijkant. Ja, de blauwe elastiekjes hebben elkaar overlapt. En nu zie ik dat overal de twee gele bandjes onder zijn. Dus dan moet ik die er overheen haken. Dus pak ze over de pion heen en laat ze los. En ook de hier pakken. Pak ze eigenlijk alle twee over de pion heen en laat ze los. Nu gaan we nog naar de zijkant. Zien we twee zwarte bandjes. Pak je de onderste. Die gaat over de pion heen en je laat hem los. En aan de andere kant pak je ook het onderste zwarte bandje. Die gaat over de pion heen en laat je hem los. En deze handeling herhaal je totdat je armband lang genoeg is. Nou, hij groeit nog niet echt, maar ja. Dit doe je dus de hele tijd totdat je armband lang genoeg is. En dan ben ik weer bij jullie terug. Nou, mijn armband is wel lang genoeg en ik hoop die van jou ook. Nou, alles is gehaakt en
wat we nu gaan doen, we pakken nog... We hoeven niet meer gekleurde elastiekjes te plaatsen. We pakken alleen nog één zwart bandje. En die halen we hier zo eroverheen. Wat we ook al telkens eerder deden. En dan duwen we dit weer naar binnen. En nu halen we het onderste bandje eroverheen. En aan de andere kant doen we dat ook. En wat we nu gaan doen is je pakt aan deze kant het zwarte bandje. Die haal je van de pion af en zet je één pion ernaast. Waar ook gele bandjes zitten. Ja, of de kleur die je bij jou hebt. Maar ik noem gewoon even mijn eigen kleur. En aan deze kant pak je hem ook en zet je hem ook op de dichtstbijzijnde pion. Waar twee gele bandjes zitten. Plaats je erop. En nu haal je hier de twee gele er overheen. En dat doe je aan de andere kant ook. Pak de twee gele. Die haal je er overheen. Nou, nu moeten we eigenlijk alleen nog maar deze twee gele in het midden kwijt. En dat doen we door... Nou, een van deze zwarte elastiekjes zetten we hier bovenop. Ik kies voor deze. Die pak je. En die zet je hier in het midden erbovenop. En dan haal je ook hier de onderste twee bandjes er overheen. Nou, zo ziet het er nu uit. Nu ga ik deze twee elastiekjes nog even boven elkaar zetten. Dus ik pak deze kant. En die plaats ik bovenop de andere. Zo. En dan pak ik mijn S-clip. En aan de ene kant van de S clip ik deze twee bandjes erin. En dan kun je dat eraf halen. En dan trek ik hem zo uit mijn loom. Nou, zo ziet het er nu uit. Het is echt een geweldig coole armband. En nou, hier zie je dus het patroon van de armband. En aan de achterkant heb je een soort, een triple fishtail-achtig. En nu ga ik de armband aan de andere kant vastmaken. En je moet zelf kiezen waar je hem, aan welke elastiekjes je hem vast wil klippen. Ik ga hem aan twee gele bandjes klippen. Zo. En nu kun je je armband omdoen. Nou, dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.